spiegel met een spiegel. Oh, wat jammer dat ik steeds vergeet om een handdoek mee te nemen. Hey! Gaan we er een beetje een potje van maken, Beno, helemaal? Ik laat mijn baard toch ook niet bij jou voor de deur slingeren? Hé, hey, waar wacht je nou op? Hé, hey, makker, vergeet je niet wat? Gaan we een feestje bouwen? Huh? Ik moet dat ding ook binnenhangen. Hé, hey, niet doen, die spiegel hoort aan de wand. Brutale aap, hier met die spiegel. Wow, draaikont. Geen paniek! Dat heeft toch geen zin, Boes? Het beestje is al lang aan het andere eind van het bos voordat je ook maar een voet hebt verzet. Staan blijven! Een beetje lol heeft van die spiegel en ik heb hem betaald. Nou, Boes, dat kun je wel schudden. Dat zullen we nog wel eens zien. Huh? Laat nou maar, Boes. We kunnen hem toch nooit bijhouden. Is het niet een beetje te vroeg om te badderen? Hé, hey, rare vogel. Dat was lekker. Wat? Ja, dat voel je zich gewoon, jongen.
Precies, dat bedoel ik. Als jij het nog snapt, moet je het maar eens even uitleggen. Heel simpel, die aap hoort zijn staart. Je wordt er wel lekker wakker van. Nou is het genoeg. Als die aap denkt dat hij met mij de kachel kan aanmaken, moet hij vroeger opstaan. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Het is dus toch geen lang slapen. Laat maar, Woes. Die aap is zo glad als een paling. Van onderen. Huh? Sta daar niet zo. Doe wat. Volgens mij hebben we zo'n hijskraan nodig. Je wordt bedankt, Dolly. Jij bent onze laatste hoop. Jij bent de enige die net zo snel is als dat neefje van je. Wil je het proberen? We rekenen op je, ouwe shampoo. Goed zo, zet hem op. Moet je hem nou zien gaan? Die aap kan wel inpakken met die spiegel van me. Als we onze shampoo niet hadden... Precies, dat bedoel ik. Kom op, shampoo! Als je hem vangt, krijg je een tros bananen. Wat krijgen we nou? Laat hem niet gaan. Hij zit vlak voor je neus. Oh nee, zit dat even tegen? Dat beest moet toch te vangen zijn. Ik laat me niet inpakken door zo'n slingeraap. Eerst even nadenken. Als we nou nog een spiegel hadden? Nog een spiegel aan de wand. Dan gaven we hem een koekje van eigen deeg, hè? Dat bedoel ik. Jata! Wat nou weer? Ik heb toch zeker niks verkeerds gezegd? Bonsai! Grapjas! Heb je niet iets sterkers? Haha, ik zie geen moerman. Nou, wat vind je ervan, Dolly? Help eens mee. Er liggen nog genoeg van die schelpjes, al zeg ik het zelf. Goed gedaan, Boes. Nu hoef ik voort aan mijn haren weer bij jou te kammen. Dit gaat prima. Jappa! Mijn spiegel naar de maan, hoe moet ik nou mijn haren komen? Dat kan ik gewoon niet zo. Dat is toch niet zo moeilijk? Gewoon net als ik, met die schelpen. Dat vind ik aardig van je, Dolly. Maar zo zie ik alleen maar mijn neusharen.